Wat hebben ze gedaan? Ze hebben brandstof en nutsvoorzieningen. Zijn nu belast geworden. Met een hoge percentage. En dat gaan we niet accepteren. Maar goed, twee hebben gezegd, we gaan niet te lang praten. Ik heb ook aan mijn collega vakbondsleider gezegd, we praten niet lang. Wij gaan demonstreren. Wij gaan het mobilisatiewerk op gang brengen. Dat is aanstaande vrijdag. En dat zal die overheid, die centrale overheid, merken. En die vergadering wordt gehouden in het CLO-gebouw. Vrijdag om 9 uur. En dan wil ik direct gebruik maken van de gelegenheid te baat nemen om alle besturen en de shopsteward die zijn aangesloten bij de call op te roepen. En C47. En de veiligheidsbonden. En de gezondheidsbonden. Dat ze massaal gevolg geven aan onze oproep om vrijdag 9 uur aanwezig te zijn in het CLO-gebouw om 9 uur. Om 9 uur. En dan zullen we de regering laten zien wat we waard zijn. Die man wil een powerplay hebben. Oké, zeg. Hierbij roepen wij ook alle bonden, het sturen van lidbonden. Ze krijgen nog een individuele uitnodiging van C47 op. Zich op vrijdag 3 november aan te melden. Om 9 uur in het CLO-centrum.